Welkom bij de Cliëntenraad. Advies geven over het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van cliënten. Een belangrijke taak voor de Cliëntenraad. Ga met de bestuurder in gesprek over kwaliteit van bestaan. Maar wat betekent eigenlijk kwaliteit van bestaan? Als je thuis zit, dan gaat je hersen achteruit. Dan kan je niets leren. En als je gaat lezen, dan ben je slimmer. Sport is voor mij belangrijk om lekker een spier los te maken van soms zit een beetje vast. Dan is het wel lekker om te sporten. Je hebt net gezien dat ik honkbal. Maar ik doe ook aan het zwemmen, ook voor mijn beenspieren. Ja, dus dat mijn spieren lekker los blijven. Ik word blij van dat ik met kralen kan werken. Want ik maak kettingen en armbanden en sleutelhangers. En dat wordt allemaal verkocht. En dat levert dan ook weer geld op. Ja, werk is voor mij belangrijk. Zodat je niet afhankelijk bent van een uitkering. En je kan gewoon dingen kopen. En je kan ook gewoon met je vrienden gewoon uitgaan. En geld aan uitbesteden. Ik ben blij dat Ingrid mijn vriendin is. Voor allemaal leuke dingen te doen. Ook bowlen, Kerkenplein. En ook met vakantie gaan. Dat is altijd heel gezellig. Ik doe graag boodschappen. Ja, ik kan zelf doen. Ik vind het belangrijk. Wat ik lekker vind, spinazie met ei. Dat is wel lekker gezond. Ja, ik hou ervan een lekker eten. Als iedereen moet gezond eten, dan mannen met dingen gewoon doen. Ja, dat is fijn, hè, begeleiding, ja. Ja. Mannen en winkelen zo shoppen, gezellig, ja. Ja, jongen. Anyway. Ja. Mijn vader is helaas overleden. Maar als ik dan in het stadion zit bij een thuiswedstrijd en voordat de wedstrijd begint, kijk ik even omhoog, dan ja, zie ik dat mijn vader meekijkt. En dat geeft mij ook dat ik toch niet alleen ben en ja, dat we toch altijd samen zijn. Kwaliteit van bestaan is voor iedereen verschillend. Hoe wordt door uw zorginstelling gewerkt aan kwaliteit van bestaan? Kijk samen met de bestuurder naar deze film. Bespreek met elkaar de onderwerpen en stel een stappenplan op. Bespreek het stappenplan in de raad en met de instelling. Werk zo samen aan het verbeteren van kwaliteit van bestaan. Succes!